De overheid betaalt in 2023 ruim 1 miljard SRD aan subsidie voor personenvervoer te land. Het is deel van een gigantische verhoging van 1842% in de begroting als de cijfers van 2022 en 2023 met elkaar worden vergeleken. Econoom Wonnie Boudou dook in de cijfers en presenteerde als inleider een plan voor de hervorming van het openbaar vervoer. De Vereniging van Economisten hield gisteren de paneldiscussie naar een efficiënt openbaar vervoer. Boudou noemde zaken die op dit moment de sector ongezond maken vanuit de overheid, zoals subsidies die te laat worden betaald, kaarten die niet worden gescheurd maar hergebruikt en de controle op dagopbrengsten die zoek zijn. Verder is de relatie tussen bushouder en chauffeur scheef gegroeid. Chauffeurs zijn niet meer in dienst, maar zijn huurders van de bussen. Er bestaan geen arbeidsovereenkomsten tussen de bushouder en de chauffeur. De chauffeur bepaalt hoeveel de dagopbrengst wordt en hoeveel wordt afgedragen aan de bushouder. De chauffeur moet overeengekomen bedrag afdragen en alles wat hij daarna extra verdient is van hem, dus roekeloos rijden. Bushouder, behalve zij die het zelf rijden, weten nooit wat de dagopbrengsten zijn. De bushouders zijn tevend aan dit scheve systeem, maar de bushouders onderhandelen over de tarieven. Chauffeurs zijn informele werkers, staan alleen bij TCT geregistreerd om een chauffeurskaart te krijgen. De bushouder moet een chauffeurskaart helpen vragen. Maar tegenwoordig zijn er algemene chauffeurskaarten. Er is een jacht op vergunningen vanwege de subsidies waar elke geldige vergunning recht op heeft. Het ministerie kan dit niet controleren, meent de econoom. Openbaar vervoer te land is een chaos. Boudou presenteerde een plan waar binnen een jaar in diverse fases veel verzet kan worden. Een van de voorstellen in het plan is een vast salaris voor de chauffeur. We gaan passagiersdata verzamelen, toename passagiers gaan we realiseren, we gaan paksdata analyseren voor aanpassingen van de route, de trajecten, welke TCT samen met ROM moet doen, want het moet ruimtelijke ordeningsbeleid worden. Hoe doen we dat? Met de introductie van een centraal betaalsysteem. Het moet een PPP zijn, want niemand gelooft de overheid wanneer het op betalingen aankomt. Dus je moet een public-private partnership aangaan. Chauffeurs zonder rijbewijs betekent dat de bushouder wordt geblacklist en de vergunning voor langere tijd wordt ingetrokken. Er komen speciale trainingen voor de chauffeurs als voorwaarde om het beroep van buschauffeur te kunnen uitoefenen. Arbeidsinspectie nemen we mee in dit controlesysteem. Femia Wezenhagen van het directoraat Ruimtelijke Ordening van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu vroeg zich af wanneer er voor het laatst een wegenplan is gemaakt. Bushouder Edmund Dundas, die al langer dan 30 jaar in de sector zit, noemde al de problemen deel van een vicieuze cirkel die steeds groter wordt. Dat wij echt hebben gekeken naar de wegenstructuren, de hiërarchie, want daar begint het. Je hebt hoofdwegen, je hebt primaire wegen, je hebt secundaire wegen en je hebt buurtwegen of tertiaire wegen. Je kan het onderscheid niet meer maken in Suriname, wat is nou wel een hoofdweg of geen hoofdweg. De passagier. We hebben het allemaal hierover dat de buschauffeurs, die buschauffeurs zijn als 30 dagen in het verkeer. Gaat u dat even niet doen, dan moet u kijken welke van die bussen er is voor. Die chauffeur die zich asociaal gedraagt, dan gaat eerder met die bus dat de ene bussen aan de liefde. Boudou zegt haar plan ook te zullen presenteren aan de Nationale Assemblée.